Ho, ho, je raakt me zo ho, ho in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over? Voor Peter en Lieve. Aha, de mondkapjes. Die hebben jullie hier ontdekt. Ja, de sinds deze week. Oh ja, oké. Het is een werelduitvinding. Want hoe lang doen jullie dat al? Dat is bij ons toch al een maand of zes, denk ik. Ja, inderdaad. Gebarentolk hebben we ook al uitgevonden. Dit is het, de nieuwe Belgische regering, denk ik. Ja. Parlement. Ja. Dat zou dan de theater zijn. Hamsteren is oud, doen we niet meer. Hadden jullie ook wc-papier hamsteren? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar hebben jullie geen slang met water om je kont mee schoon te spoelen? Dat is toch veel handiger dan toiletpapier? Heb jij dat? Ja, zeker. Dat is veel hygiënischer. Hey, dus je gaat eerst naar de tuin en dan de tuinslang? Nee, ik heb dat gewoon naast mijn play hangen. Dat is toch gewoon veel beter. Je moet er niet met het papier een beetje de boel om te uitsmeren. Ik vind het heel smerig eigenlijk. Ja, dat meen ik serieus. Maar dit klinkt ook zo luguber als je als gast bij jou thuis bent. Dan ga je naar je wc. Er is ook gewoon wc-papier voor de gasten. Oké, okay, ja. Maar er is een slang voor de liefhebber. Ja. 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 Lieve, we lopen achter bij jullie. Jullie hebben al 6 maanden van die kapjes op. Helpt het? Dat weet ik niet. Nee, maar dat is ook het moeilijke aan heel die coronacrisis nu. Dit is een nieuw virus. En dus je moet alles nog ontdekken. En ja, maar na 6 maanden weet je toch wel iets? Nee, in België niet. Nee. Nee, maar hier ook niet, hoor. De baas van de RIVM die zegt gewoon, ja, het helpt niet. Ja, dat is wel heftig. Ja. Nou, sowieso kun je ook niet na zo'n tijd... dit al weten. Er zijn gewoon dingen die gewoon meer tijd nodig hebben. We weten ook überhaupt helemaal niet hoe heftig corona zal zijn in de loop van de tijd. Dat weet je, er zijn pathologen die hebben mensen opengesneden. Die zien overal repercussies van het virus. Ja, je weet niet wat dat gaat zijn. Straks over 10 jaar weten we het waarschijnlijk wel. Wordt steeds erger, ze hebben de hersenen opengesneden. Ja, precies. Dus nu is er ineens hersenschade door corona. Ja, als je hersenen opensnijdt, is er schade, Harm. Nee, ja. Dat zou het ook kunnen zijn. Ja, schade. Ja. Het gaat er nu om wat je met je mondkapje uit wil stralen. Bij het programma waar ik werk in Vlaanderen... hadden ze een mondkapje laten maken van mijn mond. Maar dan vrij groot. Dus dat ziet er best angstaanjagend uit. Ik had het opgedaan. Ik ging naar een nachtwinkel. Ik kreeg de kassa mee, gewoon meteen. Zo ziet van hier, alsjeblieft. Het ziet er zo eng uit. Maar wat mij ook opviel deze week, mannen met een lange baard. Daar ziet het er slecht bij uit. Gewoon eerst was je een soort viking, dan ben je een man. En nu het lijkt alsof je een slabbertje verkeerd zit. Ik wil toch nog even wat zeggen, want er wordt gezegd dat het wel een negatief effect heeft. Dat is een van de redenen waarom Jaap van Dissel terughoudend is. En hij zegt dat het negatief effect is, of in ieder geval hij suggereert dat het negatief effect is... dat mensen een soort schijnveiligheid voelen. En als gevolg daarvan die afstand niet meer gaan houden... terwijl die afstand veel belangrijker is. Dus er is wel een argument om toch tegen die mondkapje. Ja. Ik las vandaag ook dat RIVM had gezegd... gebruik geen boterhammenzakje als mondkapje, want dan kun je in stikken. Dat betekent dus dat er vandaag eens ergens in Nederland... Dat iemand is gestikt in een boterhammenzakje. En ik denk dat we beter af zijn. Ik denk niet dat dat een heel groot gemis is. En hoe zit het met het testen in Nederland? Want Nederland loopt wel achter qua testen, begrijp ik. Ja. Dus dat is wel jammer. Ik heb een nieuwe coronatest weer gedaan. Alweer? Ja. Dat doet pijn, hè? Nou, weet je, het grappige is... want dat heb ik hier wel eens verteld. Ik heb er dus eentje gedaan in mijn neusgat. Maar ja, ik heb een haasluk, dus dat zit allemaal wat anders bij mij. Dus het meisje zei, ja, ik zit op het bot. Kom maar niet doorheen. maar toen moest ik weer een test doen in Vlaanderen. En toen zei ik, ja, kom je dan met het andere neusgat. Maar dat wist ik dus zelf ook niet. Daar zit dus heel veel ruimte. Dus ik heb ook een SOA-test laten doen. Ze heeft alles een beetje zo bijgehouden. Zo. Serieus, ik heb zwangerschap. Testen, alles kon ze erin. Er was zoveel ruimte daar. Het hele meisje is ook weg. Die is net de stok. Deze week kwamen er strengere maatregelen. De nieuwe regels gelden voor 3 weken en zijn bedoeld om een nieuwe lockdown af te wenden. Maar ze worden vooral als vaag ervaren. Waar ik laatst achter kwam, als je de letters van pandemie door elkaar gooit, dan krijg je nepmedia. En als je de letters van nepmedia dan weer husselt, dan krijg je etabeni. En dat slaat helemaal nergens op. Mensen met het coronavirus worden altijd dringend verzocht thuis te blijven. Ja, bedankt hoor voor de tip. Dat heeft echt geholpen. Aldus Gordon. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je dan op het kanaal of like het hier beneden. Ja, en dan zie je meer. Jij zegt hier like hier, maar je bent heel klein. Dus dan, je wijst nu in het, midden van het filmpje. Hier, like hier. Hierom. Hier like. En hier, abonneer.
Is er ook enige reden waarom ik hier sta? Nee, volledig niet. Jezus.